Peukmeuk, ja. Dat is het hè, wat we hier zien. Ja, klopt. We hebben peuken verzameld in de gracht met de kanofloot van Plastic Spotter. Maar ook mensen op het land vrijwillig peuken verzameld en ingeleverd bij ons. Hoeveel zijn het er? Ik vrees dit wel een paar duizend zijn. 500 in de gracht, een paar duizend van het land al. Een heel korte tijd, 2 uurtjes verzamelen. Dit is wat we elke week ongeveer uit de gracht halen. En we proberen te zorgen dat het minder wordt door echt onderzoek te doen naar wat we nou vinden. En bijvoorbeeld het terrasafval, alle koekjesverpakkingen van de terrassen, die proberen we te vervangen door duurzame alternatieven. Met hoeveel mensen gaan jullie dan het water op? 6 kano's, dus 12 mensen. En mensen gaan ook met hun eigen sub of kano af en toe mee. Jos, doe je dit nou iedere week? Bijna iedere week. Ik heb het ontdekt sinds 1 januari. Dat is een goed nieuwjaarsvoornemen. En sindsdien ben ik om de week helemaal meegegaan. Ik heb begonnen in de kano en op een gegeven moment kreeg ik van een van de vrijwilligers de sub een keer te leen. Daar heb ik geoefend en nu ga ik op mijn eigen sub. Dus je gaat lekker suppend door de grachten? Lekker suppend door de grachten. Dan zie je een peuk drijven en dan moet je helemaal op je knieën gaan zitten? Of hoe gaat dat? Ik heb een schepnetje, dus dan, met een schepnetje kan je makkelijk eruit vissen. Dat scheelt een hoop bukwerk. Ja. Maar soms vaar ik iets te snel vaker voorbij en dan moet ik alsnog op mijn knieën terugpeddelen en met mijn handen. Hoeveel heb je er vandaag uitgehaald? Heb je dat bijgehouden? Nee, ik heb die bijgehouden, een stuk of 50 denk ik. Zo'n klein bakje vol? Een klein bakje vol. Ik heb vroeger zelf gerookt en toen was het nog 5 gulden voor een pakkie check of zo. Ik weet niet wat nu is, 10 euro voor een pakkie, makkelijk. En je rookt er 20 weg en als je daar eentje in de gracht doet, ja, het is vervuilend, maar het is ook slecht, het is ook duur. Ik denk van ja, ik hoop dat het nog duurder wordt, dat er steeds minder in de gracht komen te drijven. Ik blijf het nog even doen. Dat is je gedachten, heb je alleen maar op het afval en op varen en op lijden. En je denkt niet meer aan je werk of aan zorgen en dat soort dingen.